Een vierpotige robot waarvan je misschien zou denken dat hij op een hond lijkt. Naast dat hij kan trap lopen, koffie halen en zelfs de deur voor je opent, kan hij ook helpen bij drugsopsporing en het meten van radioactieve straling. Robothond Spot is een robothond die ontwikkeld is door een Amerikaans bedrijf genaamd Boston Dynamics. De eerste doeleinde was om te kijken of Robothond Spot militaire tassen kan dragen in moeilijk te bereiken gebieden. En je ziet, hij loopt op vier poten, hij beweegt vrij flexibel, hij heeft fysiek heeft hij kenmerken van een hond en dat is wat we erop plakken. Ik ben vanuit een theatergezelschap hier, dit is Jes Delft. En wat we onderzoeken is eigenlijk, wat is de kracht van deze robothond of Spot de robot in het theater? Deze samenwerking tussen techniek en theater zorgt voor een programma waarbij mensen ervaren hoe ze nu eigenlijk reageren op een robot. En dat is belangrijk. Omdat mensen toch wel gewend moeten raken aan robots. Het is toch een raar ding om naar te kijken. Robots worden eigenlijk steeds meer onderdeel van onze maatschappij en van onze samenleving. Je hoort heel veel op tv dat het in zorg wordt ingezet op verschillende plekken. En zo vormen wij als mensen ook een beeld bij robots. Waarom het belangrijk is om in contact te zijn met robots, is dat er een realistisch beeld ontstaat. Want wat is een robot nu echt? Dus het is heel erg ook de vraag van, hoe zie je iets? Hoe kijk je ergens naar? En hoe beïnvloedt dat dan ook de functie van de robot? En dan kun je op die manier toch mensen gewend laten raken aan een robothond als Spot. Niet elke bezoeker heeft de neiging Spot een ei over zijn bol te geven. Zodra Spot de ruimte inkomt, is het best wel indrukwekkend. Omdat hij heel sterk en krachtig en flexibel beweegt, lijkt hij eigenlijk op ons of op dieren. En dat is bedreigend op een bepaalde manier. Bij een mens kijk je iemand in de ogen en kun je een vertrouwen opbouwen. Bij de robot weet je eigenlijk niet wie beweegt hem, wie zit daarachter, wat beweegt de robot. Dus er zijn heel veel vragen over waar we het antwoord niet op hebben. Dus daarom vinden we het ook belangrijk om zoveel mogelijk mensen nu al in contact te laten komen met robots, zodat die ontwikkeling niet alleen maar in een lab of in een theater plaatsvindt, maar ook hier in de maatschappij.